Zelfs de pronkstukken van het museum, die al jaren stilstaan, komen tijdens de voorstellingen weer even tot leven. Dan ga je 100 keer mee naar de kerk, je bent en blijft een Jodin. Waarom zeg je dat tegen mij? Omdat jij deel uitmaakt van het Jodenvraagstuk. Ik ben geen vraagstuk, ik ben Roosje. Ja, ik wil nog een pilsje. Het geeft een totaal ander beeld van de oorlog en van de Nederlanders tijdens de oorlog. Best wel confronterend om te horen. Ik bedoel, je krijgt op de middelbare school wel geschiedenisles en wordt je uitgelegd hoe het allemaal zit. Maar dan wordt wel gezegd dat de meeste mensen geen verzet strijden, maar dat heb je dan toch niet echt door. Tante Roosje die was danslerares in de oorlogstijd in Den Bosch. Ze had een dansschool Eindhoven, Tilburg, Helmond. Ze was getrouwd. Zij was Joods, haar man was niet Joods. Nou, gaan scheiden. In het begin van de oorlog, zij begint voor haarzelf een dansschool. En dan denkt haar ex-man, weet je wat, dat is concurrentie. Ik geef haar aan als Jodin. Vanaf dat moment gaat het bergafwaarts met tante Roosje. Zeg, je hebt nog eens een keer lid worden van de NSB. Een nieuwe orde, frisse ideeën. Frisse ideeën? Het zijn racisten. De nazi's hebben trots, werk en economische bloei gebracht. Wie zelf wil zien hoe het met tante Roosje afloopt, moet er snel bij zijn. De voorstellingen die al gepland waren, zijn inmiddels allemaal uitverkocht. Maar door de grote vraag naar kaarten, komt er maandag nog één extra voorstelling.